Ik vind het interessante van de repetitietijd tot nu toe dat Sansi die verbinding die optreedt doordat je Lier tegenover zijn eigen stuk zet, wordt nog eens gedubbeld doordat zij ook het accent legt op de man die Lier speelt. Dat is een wat oudere toneelspeler, dramaturg, die op mij lijkt. En die ook lijkt op figuren, hopen wij in de voorstelling, zoals Francis Bacon die schildert. Het is een man die op zoek is naar Lier. En dat onderzoek dat voert hij door zowel teksten van Lier zelf te gebruiken, dat is de meerderheid van de tekst, en de andere teksten zijn ontleend zoals het nu is, en ik denk dat het zo zal blijven, aan andere figuren, andere personages uit het stuk. Soms zullen die ook even meer of meer schetsmatig gespeeld worden.